Het huidige parlementsgebouw wordt verbouwd. Dit geeft Mahinder Yogi aan. Hij is voorzitter van de commissie Nieuwbouw DNA. De aanpassingen die zullen worden gepleegd zijn noodzakelijk om de essentiële diensten van het parlement te kunnen huisvesten. Hier waar we nu zijn op deze locatie is het de bedoeling inderdaad om daar aan de bovenzijde waar de griffier zit een stukje uit te bouwen richting garage. Zodat er wat meer ruimte ontstaat hier in dit gebouw zelf om enkele diensten die essentieel zijn voor het parlement om die diensten daar te huisvesten. We hebben nu een situatie waarbij er gewerkt wordt hier vanuit cabines en het zijn aangehuurde zaken. En dat moeten we gaan minimaliseren. Dus het is noodzaak dat inderdaad een aantal zaken bijgebouwd worden. Dus er vindt ook een uitbreiding hier plaats. Er is reeds gesproken met openbare werken. Er is reeds advies uitgebracht. De bedragen zijn al genoemd. En we moeten verder gaan met het werk om de bouw dan ook mogelijk te maken hier. Intussen gaan de werkzaamheden voor de bouw van het nieuwe parlementsgebouw op de oude locatie normaal door. Door de COVID-19 situatie in het land is er enige vertraging opgetreden hierin. Yogi geeft ook aan dat er enkele kanttekeningen geplaatst zijn omtrent de bouw van de vergaderzaal. Hij heeft die al besproken met de voorzitter van het parlement. Er zal een bezoek worden gebracht aan de plek voor verdere afhandeling. We zien een brief welke aangeeft aan de aannemer dat de aannemer bij de bouw rekening moet houden met een situatie waarbij een ruimte in het gebouw, het nieuwe gebouw, ingericht zal moeten worden, kunnen worden als vergaderzaal. Dus ik heb vanmorgen ook gesproken met de voorzitter van het parlement. En afgesproken is nogmaals dat we een bezoek gaan brengen naar de locatie om ons beter te laten informeren en te oriënteren. En zoals de zaken nu gepland zijn, dan moet het gebouw in 2022 af zijn. Het was gepland in 2021. Maar de aannemer heeft aangegeven dus dat vanwege COVID de zaak een beetje vertraagd is. Dat is helemaal te begrijpen. Dus 2022 kan het gebouw af zijn, maar we willen wel de vergaderzaal erin hebben. En als dat niet erin is, dan zal die aanpassing moeten komen. Dat is, heb ik ook afgestemd nogmaals met de voorzitter van het parlement. En we gaan de zaak op locatie bekijken. Het is nog niet bekend wanneer het bezoek van DNA-leden zal plaatsvinden op het bouwplatform.